iemand mij een beweging voordoet en die moet ik nadoen, dan kan ik het helemaal niet. Of wil je gewoon niet luisteren naar mensen? Ja, ik wil heel graag luisteren. Maar soms vind ik dan, denk ik van, nou, ik vind dat geen mooie beweging. Dat doe je dan niet. Nou, doe ik gewoon. Nee, maar dat kan ik niet. Dus ik kan wel spontaan zomaar wat doen, maar ik kan niet. Ik kan niet een choreografie. Dat ja, maar het is wel zo, je hebt het voorlicht. Lekker poetsen, jongetje. Die zien er wel heel erg uitgeregisseerd aan als een choreografie. Ja, maar tegen de tijd dat ik het wordt opgenomen, heb ik het al 165 keer gedaan. Dus dan begint op een gegeven moment wel een soort patroon te ontstaan wat ik kan herhalen. Ja. Hey, wat is de Bobby? Van jou kijken. Herman van Veen. Herman van Veen? Ja. Die was eruit gehaald. Nou, want je moet van tevoren. Hij zit nu weer in de toch ingehaald. Hij zit nu toch door de samenstelling. Nou, dat was niet. Die is lekker aan het bazelen. Dat was wel grappig. Ja, dit Herman verslikt zich in wat metaforen. Ja. Het heet De Kleur Bekennen. Dat is een serie van Martin Sinek. Ja. En dat is de presentator van dienst. Ja. En waarom raak je daar door gefascineerd in gesprek? Nou, ik zag dat heel lang geleden, dus ik had het in mijn herinnering. Dus als ze dat keurig netjes onder de rug gevonden. En het is, eigenlijk vooral als je het helemaal ziet. Dus holy! Het is ongeveer Basel en zoveel metaforen worden gebruikt. Ben Hur komt voorbij en denkt dan is hij weer een panter. En dan word ik een spin in een wup. Ik maak een wup. En dat werkte mij heel erg op de lachspier. En vooral met C-Mac erbij, dat maakt het heel erg. Je rent hem ook niet echt af. Voert hem nog meer uit. Nou, dan gaan we naar dit moment zien. Inderdaad niet de hele uitzending, die volgens mij een half uur. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, ik denk dat het er minder 4-5 is. Martin C-Mac met Herman van Veen. Ja. Ik hoop dat de camera jou zo ziet als ik hem zie. Zien jullie hem zo als ik hem zie? Ja, maar jij staat wat hoger. Hè? Dus je hebt een andere. Je hebt bij jou is het licht anders dan bij hem. Omdat jij kijkt van boven naar beneden en hij kijkt iets van beneden naar boven. Dus jij zit nu op de bottom. Dat is een andere lid van. Zo ervaar je dat hier ook. Nou, ik ervaar zo'n ruimte die je het ook hebt als een klok. Dus voor mij is dit een horizontaal en een verticale klok. En de kunst is tenminste, dat is dan zeg maar mijn verhaal.